Timo, jullie hebben het wel eens lastiger gehad, hè? Ja, uiteindelijk was het een goede wedstrijd, denk ik. Gecontroleerd en verdiende overwinning. Dus het was weer een uitwedstrijd, hè? Daar zijn we goed in de laatste tijd. Het is een beetje het uiterste, hè? Of bijvoorbeeld met de hak over de sloot bij de Graafschap. Of het is 5-1 bij Heracles en nu 4-0. Ja, maar wel vaak met weinig doelpunten tegen. Dus vaak wel heel gecontroleerd, heel compact. En met omschakeling. Ik moet zeggen, nu tegen deze wedstrijd hadden we ook wat meer de bal, denk ik. En hebben we, denk ik, goed voetballen met Vlaag op de mat gelegd. En dat was wel fijn na een periode van wat minder voetbal. En een eerste helft met twee bepalende momenten, hè? Die corner en die penalty. En daarna scoren we nog een keer uit een corner. Dus sowieso het hele seizoen lang zijn we, denk ik, best wel sterk met stilstaande situaties. Dus dat is wel een wapen. Na afloop was er niet echt ontlading, hè? Wat zei je? Na afloop was er niet echt ontlading. Nee, nou ja, je weet eigenlijk bijna de hele tweede helft wel dat je hem binnen gaat halen. Dus ja, dan is die ontlading is niet meer aanwezig nu. Hoe moeilijk is het om de focus te houden? Nou ja, soms lastig, want ook het veld was soms, het veld was heel erg drassig en heel veel hobbels. Dus soms kon hij nog wel eens opstuiteren. Dus je moest, ik denk ook wel dat we een paar keer ook concentratieverlies hadden, ik zelf ook. Maar ja, dat mag eigenlijk niet, maar het is heel moeilijk om te voorkomen. 40 punten. Ja, we zijn nog niet tevreden hoor. Dus 2 weken Feyenoord. En dat is wel een mooie wedstrijd om thuis weer een mooi resultaat neer te zetten. Goed, wel het avondje NAC overleeft. Ja, maar ik had daar ook alle vertrouwen in. Omdat je ziet dat we met ons team in uitwedstrijden komen misschien wel iets beter tot ons recht zelfs. En je weet, als je goed voetbalt en NAC een beetje onder druk kan zetten, dan werkt het publiek ook een beetje tegen de ploeg, volgens mij. Dan komt er een beetje twijfel en onzekerheid in de ploeg. En daar hebben we goed gebruik van gemaakt.